Twitch. Misschien kan ik ook later highlights nog uploaden. Ook de mensen van op YouTube zien wat er eigenlijk allemaal is gebeurd tijdens de stream. Ah, je bent live op Twitch. Ah, hallo, een blikje. Ik zag je al niet op YouTube staan, ik was al zeer in de war. Ah ja. Ik zat voor het laatst met Pieter een leuk idee, omdat er is zo'n manier om zo samen tegelijk te... Zo, dat alle personen waar je zo samen mee aan het livestreamen bent, dat die zo op één pagina terechtkomen, voor alle streams. Wel, dat is wel leuk. Gisteren was de eerste keer hij op de server kwam. En yep. Ik kreeg al direct veel spullen. Ja, Pieter zat de hele tijd te klagen van... ja, dit is oneerlijk. Omdat ik zat al die achievements in de verkeerde volgorde te halen. Eerst had ik zo van Iron Armor taal en toen pas open je inventory. Ja, er waren zo mensen die heel erg aan het struggelen waren om een Elytra te krijgen. En ja, zo de eerste keer ze kon op de server, ja, direct een Elytra. Ja, ik had met Jaren wat deals gemaakt. Echt een lelijke Nether tunnel. Maar dat maakt niet uit, want Nether wordt toch gereset als een nieuwe update komt. Ik heb nog niet eens een Nether tunnel. Pieter zegt dat hij wel een Nether tunnel heeft. Oh, ik heb best wel wat eieren weten te verkopen. Oh ja. Ik ga denk ook even live. Ah, dubbele stream dan. Dubbele stream. Wat is dit voor shop? Ja, gewoon een wall hier in de... Ja, dit is hier de district met allemaal geheime shops. Zo'n obsidian blok. En dat obsidian blok staat er zo nog steeds. Zo. Dit zou normaal nooit moeten zijn. Ik ga het doen. Het gaat alleen zeveel hout kosten. Unbreaking 3, fortune 3 en efficiëntie 4. Enchanten. Dat is het Belgisch accent voor je, Chelsea. Ah, Jane, jij bent toch Belg? Een Belg, toch? Ja, ik ben Belg. Dat zie denk ik steeds aan die voetbalclub. Ik volg geen voetbal, dus aan mij kan je het echt niet vragen. Waarom krijg ik geen XP van die Endermans? Ik ben gewoon editor Chelsea hoor, wat zeg jij? Ik ben Brad van PewDiePie, Brad 4. Hoeveel Brads zijn er eigenlijk ondertussen al? Want ik weet dat Brad 1 weg is, dus... Ik heb ook geen idee. Een vraagje trouwens, hoe maak je scaffolding blocks? Want ik ben echt geen professional als het komt op survival. Ik ben meer een minigames persoon. 1 stukje touw en 6 bamboe dinges. Oh, kom, bamboe, geweldig, heb ik niet eens. Ik heb niet bamboe. Ik heb 3 string, daar ga ik niet veel mee kunnen doen. Ik denk dat ik gewoon ladders moet gaan maken. Oh, maar bamboe groeit wel best snel. Oh ja, ja. Juist. Ik kan misschien even naar jou komen. Ja, liefst wel, aangezien dat ik namelijk zonder eten zit, dus dat ik nog meer maak eten... Maak me even coördinaten zien op die map. Maar, tot aan mijn base gevlogen. Wacht, ik even misschien keer naar, terug. Eén keer tot bij, ik weet niet meer wie, ik denk tot bij Aaron en dan... Heb je al obsidian? Nee, ook niet. Ik ben echt gewoon, het zonder voor de Elytra heb ik niks. Anders kan ik misschien even teruggaan en obsidian halen, dan kan je al een portaal maken. Ah, dat mag gerust. Moet ik even weer terugkeren. Gelukkig had ik nog een voorraadje obsidian. Ja, ik zat eraan te denken van, ik moet eens dringend voor mensen wat obsidian vragen, zodat ik... Ja, een netherbaan kan bouwen. Eerst je elytra aan het repareren. Hopelijk overleeft de elytra dit. Taalsje, een village outpost. Maar Een village? Een ijsvillage? Een pillager outpost. Oh, waar ben je eigenlijk? Waar ben je heen aan het gaan? Je bent ver weg aan het gaan bij mij. Of? Oh, het is opnieuw gloed. Het is een Aqua Infinity. Zo'n enchantment boek. Nice. Crossbow of wat? Ja, crossbow hebben ze hier ook. Ga ik ook even meenemen en ook aardappels en ja,
niet zo heel veel loot, maar toch wel handig van enchantment book. Mm-hmm. Gaat gewoon in een shulker box. Kan er elk moment komen. Oké, goed om te weten. Ik hou mijn zwaard dan al eventjes vast. Nee, ik maak maar een grapje. Ah, ik zie je. Ja, ik ga jou waarschijnlijk toch niet aankunnen, aangezien ja, ik met mijn iron zit en niet eens een zwaard heb. Achter je. Hier. Hallo. Hey. Ja, ik had 20 obsidian. Nice. Ik denk, 14 daarvoor nodig, enchantment table plus... Of ja, 10 minimum, dus ik kan de overige 4 kan ik zelf al. Maar ik had voor de zekerheid dat ik er 20, want stel als we bijvoorbeeld in de nether gaan en dan gaan we weer naar hier, dat we ergens anders uitkomen. Oh ja. Dus heb ik nog de 10 extra voor als we ergens anders uitkomen, dan nog in de nether de juiste portaal ergens te maken. Ik ben je aan het zoeken. Coördinaten... Wacht, 18 in hier. Ik zie het net. Oké, ik ben benieuwd. Hebben we gelijk al een goede portaal of niet? Stel je voor dat ik bijvoorbeeld ergens anders kwam dan een recht in mijn huis of zo. Dat zou. Je komt ook in IJs bij jou, maar volgens mij is dit niet jouw basis. Oké, dan moet die portaal hier komen. Oké, deze keer het duimen dat het goed komt. Als het dan weer niet komt, dat zou pas echt niet zijn. Het is goed, denk ik. Ja. Ja, het is goed. Oké. Dan kan ik nu weer verder naar mijn eigen basis gaan. Yep. Want hij was nog van plan om wat dingetjes te doen. Die Enderman die is me aan het aanvallen. Ik had hem waarschijnlijk per ongeluk aangekeken. Stropwapen, nee, gewone wapen. Mina. Sorry, Cookie. Dat is raar, een koek die vraagt naar een stroopwapel. Dat lijkt net een date of zo. Hier is het duidelijk niet. Moet ik even weer naar pad gaan. Emile komt er ook nog op. Emile komt lekker even chillen. Wow, ik dacht al van hun, waarom stekken die items niet? Maar het is gewoon een crosshair en een... Iron Nuggets lijken nog best veel op elkaar. Oh. Dacht je van waarom stek het niet? Want er waren gewoon twee totaal verschillende items die op elkaar lijken. Waarom je dit nog allemaal wil maken? Dus ik wil hier nog dit laten doorgaan tot het zwart daar. En dan nog in bomen nog allemaal verschillende kampen bouwen. Ik hoor hem en ik zie hem. Oh, daar is hij. Ik weet niet of ik hem best naar hem kijk. En dan nog naar die berg. Geen idee. Dan ga ik hier zo weer een trap gaan maken. Schuins omhoog. Mhm. Rollercoasters en... dat is een van die grote bomen, die zijn vervelend. Als ik hier zo zoeken naar waar nog zo'n logstukje is. Oh ja. Dan moet je zo even wachten en dan zodra je dan zo nog een stuk bladeren ziet, dan weet je van, yup, daar. Dit is de eerste keer dat ik eigenlijk nog... iets maak zoals dit, maak ik nooit echt mijn basis op een berg hier ook wood gaan gebruiken. Anders is het misschien iets te veel spruce wood. Oh ja, misschien kan ik hier een waterval maken. Dat net bij dat een meer komt. Oh nee, wacht, je moet dan zo een klein ding maken en dan kan je zo langs de waterval. Dus dan moet dat zo over je, hoe noemt dat, langs je trap gaan. Oké, ik ga richting mijn huis, zodat ik kan gaan slapen. Dat is een anticlimax. Oké, Zeppels heeft het al gedaan. Wat is een anticlimax? Ja, ik dacht zo van... Omdat ik dacht dat het water al ging komen, maar ik moest toch eens op de hendel klikken. Oh. En... F voor de kip, want het zat zo net zo'n kip. En die had ik al afgeslacht. Hoe durf je? Zomaar een kip afslachten. Kan ik dat later nog even koken en dan kan ik lekker gebraden kip eten. Zou ik eigenlijk wel doen. Ik zit vast met brood.
Met lekker gezond brood. Nu zou die poor moeten verdwijnen. Oh! Dat kwam net goed. Ik ging nog bijna dood. Aan fall damage. Heb het niet gezien. Ik oh ja, ik zie het. Maar als je Elytra niet had. Ja. Oh! Pieter komt er ook opeens random bij. De Unbreaking 3 boek mag jij hebben. En dan wat? 2 diamonds. Oh, livestream op YouTube komt AUB gewoon, komt automatisch gewoon als video op YouTube achteraf. Ik ook mijn stream ga afsluiten, dus hopelijk vond je deze video. Ja, ik wou video zeggen, maar het is eigenlijk livestream. Dus hopelijk vond je deze stream wat leuk. En dan zie ik u weer terug bij een volgende stream. Dus doei, dat was mijn stream.